Ik kan niet praten. Oh. Oh, 3, 2, 1. Oh. We hebben uiteindelijk een design gemaakt en dat is dit voor. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Zoals jullie kunnen zien is het echt hondenweer. Om de 5 minuten komt het met bakken uit de hemel. Maar gelukkig hebben Mees en ik ga namelijk op pad met Mees, het weer vandaag niet nodig. Het is tijd om even te gaan rammen met een hele bekende kickbox. Ik heb er super veel zin in. Ik ga even de auto in en dan leg ik de rest uit, want ik moet op tijd zijn. Ik moet namelijk naar Rotterdam. Naar Roffa, Rotterdam, samen met Mees. Mees vanuit zijn woonplaats, ik vanuit mijn woonplaats. Hij belde me net al gast. Ik sta een half uur in de file. Ik sta een half uur stil, dus Mees gaat iets te laat komen. Bij mij geeft hij zo ook een klein beetje file aan, dus ik hoop niet dat ik ook te laat kom. Hij zegt wel een paar minuutjes, maar die kan ik altijd afrijden. We gaan het zien. Oké, laatst was ik dus met Roy en met Shahid en nog een paar gasten was ik bij een Glory kickbox wedstrijd. Was super dik. Badder moest tegen de Pol, hoe heet hij ook weer, Vrozek. Dat Badder toen verloor, dat hij knock-out werd getrapt. Maar toen in het programma zat ook wat andere kickbox wedstrijden. Super vette gevechten. Vooral eentje was heel vet, en dat zeg ik niet omdat ik nu naar hem toe ga. Is het gevecht met Luis Tavares, of Tavares als ik het goed uitspreek. Een Nederlandse Kaapverdische kickboxer. Die heeft toen ook gevochten. Super toffe wedstrijd neergezet. Flashback. Ja, jullie konden daar mijn vlog zien dat hij lekker aan het mappen was. En nou hoop ik dat hij vandaag mij een beetje wat meer kan leren over zijn vechtsport en over zijn techniek. En ik ben ook wat meer geïnteresseerd in hem. Maar super leuk dat ik mag komen. Super leuk dat Mees meegaat. En dan denken jullie waarschijnlijk, ja, maar Don, jij gaat kickboksen. Jij bent zo'n botje. Wat is dat nou, weet je wel? Maar ik heb dus, wat heel veel van jullie niet weten, ik heb 2,5 jaar kickboksen gezeten. Wel van mijn 12e tot 14 of zo. Dus het zit er wel een beetje in. Het is wel echt nodig om het helemaal op te frissen, dus misschien ben ik het ook helemaal kwijt, dat kan ook. Maar wat wel leuk is, kijk, ik heb gewoon mijn oude bokshandschoenen mee. Nou, mijn handen groeiden volgens mij eerst, net als mijn leuter. Maar kijk, die pas ik gewoon nog. En ja, ik heb op zich, heb ik grote handen, ja, ik denk gewoon gemiddeld, maar wacht, zou ik hier mijn auto rijden? Nee, dat lijkt me niet verstandig. En voor de zekerheid heb ik ook mijn pacemaker beschermer, met het logo van mijn voetbalclub erop, waar ik ook nog steeds op zit te wachten, voordat we eindelijk weer beginnen met het vriendenteam. Althans, zijn begonnen, maar elke keer mis ik het of wedstrijd afgelast, weet ik het allemaal. Maar dat is weer voor een andere keer. Maar die heb ik wel mee, zodat ik met mijn pacemaker eventueel klappen kan opvangen. Als ik tegen Mees moet sparren of weet ik veel wat. Kijk, Mees is sowieso sterker dan ik als ik mag sparren met Mees. Maar techniek, hè, jongens. Techniek. En hopelijk krijgen we wel zo'n hoofdding op. Ik heb in ieder geval heel veel zin in, dat merk je wel aan mij, denk ik. Ik loop alleen maar te ratelen. Ah, dit gaat vet worden. Dus ik heb er zin in. Hey, al die kickboxers, weet je wat die tegen elkaar zeggen over de sport? Ik kik erop. Ja, die was voor de hand liggend. Oké, genoeg geluld. Focus op de weg. En onderweg naar Roffa. Oh man, wacht even. Ik rijd de snelweg op. Gelijk file. Hoe noem je file in Amerika? File American. Die wedstrijden dus waren pas een paar weken geleden. En sindsdien ben ik me pas wat echt gaan verdiepen in Glory. Want van Glory wist ik niet heel veel. Ik keek wel eens natuurlijk andere kickboxwedstrijden. Maar ik heb me er niet heel erg in verdiept. Dus ik weet er ook niet per se heel veel van. Maar ik vind het wel heel vet. En daarom vind ik het juist extra leuk als bijvoorbeeld Luis er wat meer over kan vertellen aan mij. Eerst maar eens even die file uitzien te komen. Morgen, hè? Ik rij al lekker 17. Dat is geen handel, papa. Ah, daar ben ik dan. In Rotterdam. Roy zou eigenlijk ook meegaan. Die was toen ook bij die wedstrijden. Maar Roy was echt te druk. Die kon niet. Dus dat was echt jammer. Hij zou eerst meegaan, maar hij zat te schuiven in zijn agenda. Lukte niet. Morgen gaan Roy en ik wel in zijn RSQ 8 apt. Gaan wij een 12 uur challenge doen. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Wie hebben we daar? Wie hebben we daar met de mooie stickers? Don de Jong, Mees Dicks. What's up, bro? Klein stukje rechtdoor, daar is het. Je kan doorrijden, kan je daar parkeren? Ik scoorde heel goed met file parkeren in het verleden, maar meestal dit lukte niet helemaal. Ik was daar goed in, ik was weer in andere dingen slecht, maar ja, gewoon naar achter. Nee. Oh, je had ook in die kunnen staan, maat. Oh, je kan hem ook zo pakken, ja joh. Oh, je moet zo vaak steken. De lijn zit daar, Mees. Je hebt nog heel naar voren. Oh, hij stopt ermee. Gast, ben je een crimineel of zo, hoe vaak je moet steken, gast? Ik ben professionele schenker. What's up, maatje? What's up, bro? Zo, gaan we eens even... Ja, we gaan gesloopt worden als het tegen hem moet, hè?
Nou, sowieso gaat hij niet gek. Ik ga hem slopen. Hij slaat ons letterlijk in één klap dood, denk ik. Heb jij zijn records wel eens gezien? Ja, het is heel goed. Dat is ziek, gast. 22 knockouts, hè? Heeft hij. Carrière knockout. Kijk, je hebt ook wel dingen mee. Lekker, gast. Een hartje Rotterdam, dames en heren. Er zijn Mees en ik binnen. Bij Louis. Die heeft hier met zijn trainer een fucking dikke trainzaal. Zo, maat, hoe is het leven? Goed, man. Wij zitten al lekker te praten hier, ja, zo. Ja. Ik heb jouw naam bij de wedstrijd verkeerd uitgesproken. Ja, maar ik kon echt niet. Nee, maar ik ben een leek. Ik vergeef het je, omdat je een leek bent. Ja, omdat ik een leek ben. Ik ben me nu een beetje gaan verdiepen. Ik zei volgens mij Alvarez of zo? Alvarez. Ja, Alvarez. Ja. Nou, zo heet hij dus niet. Luis Tavares of Tavares? Tavares. Tavares. Ja. Ja, dus ik heb een beetje van jou zitten opzoeken. Ja. Maar hoe lang doe je dit al? Wanneer ben je begonnen? 2002. 2002. 11. Jij hebt 22... Jezus. Wacht, 11? Toen was ik niet eens geboren. Ja. Zo, joh. Ik ben 19. Zo, jezus. Kom uit 2002. Ja, hij is nog een jonkie. Ja, ik ook hoor, 22. Ja, jij bent nu 30, toch? Ik ben pas 30 geworden, ja. Maar hoe lang kan je dan nog doorgaan? Want bij voetbal, als na je 30ste is meestal nog 34 is wel klaar. Ja, nou kijk, bij kickboksen, zwaargewicht jongens, wat ik toch wel ben, kan je toch wel wat langer doorgaan. Je ziet Alistair die binnenkort vecht tegen Rico, die is al 43. We hebben nog meer gevallen gehad. Peter Aerts, die heeft nog doorgevochten tot zijn 45ste. Yeah. Alleen ja, het is bij mij wel zoiets van zolang ik gezond blijf en zolang mijn lichaam, zolang ik geen zware blessures, ja, geen zware blessures oploop, dan blijf ik gewoon doorgaan. Als je je lichaam als een tempel behandelt, toch? En je eet goed, je slaapt precies, goed, je traint goed. Ja, dan kan je heel lang doorgaan in het zwaargewicht wel, ja. Ja, want je bent 95 kilo of zo? Ja. Las ik op Wiki. Ja. Dus, maar jij hebt 22 knockouts uit hoeveel wedstrijden? 72. Ja, waarvan 66 wins of zo las ik? 64. 64 wins? Ja, 64. Dat is mijn professionele record, zeg maar. Of mijn record na... Ik heb ook jeugdpartijen gedraaid. Ja. Daar heb ik eigenlijk ook net zoveel partijen weg. Dus dan zit ik eigenlijk op 120 partijen of zo. Maar mijn professionele record is wat je bent tegengekomen, Vicky. En maar 8 losses. Ja, ja. Dat is wel heel ziek. Ik denk dat bij mij alles omgedraaid zou zijn. dat is een winstratio van 90%. Dus. Zo. Dan doe je het niet slecht, hoor. Wees jij maar eerst. Wat gebeurt nou als ik je knock-out sla? Als jij mij dan kan... Dat gaat heel erg viral, ja, denk ik. Ja, dan kan ik gelijk stoppen, denk ik. Ja. Maar ja, 1 klap is genoeg. 1 klap kan genoeg. Ja, maar dan moet je wel heel veel geluk hebben, Mees. Ja, Mees heeft wel een beetje grote vuisten. Bal hem eens even. Ja, wel een goede vuist. Ik heb wel kussentjes erop. Ja. Mijn kussentjes met vet. Hoe zwaar ben je? Is klaar, man? 123 kilo. Kijk, nou, er zit wel massa achter. Er zit wel massa achter, dus... Ik kan wel slaan. Ja, dus ik zou oppassen dat ik jou was. Ja, ik weeg 73. Ik weeg bijna de helft. Ik ga jou zo'n levensstoot geven, jongen, dat je in elkaar zag. Ja, ik ben sowieso sneller. En ik heb wat ervaring. Ik heb ook gebokst, toch, hè? He? Ik heb ook gebokst, toch, hè? Ja. 3 maanden? Nee. 2 weken. Ik heb 2 jaar gebokst. Heb je 2 jaar gebokst? Ja. Nou komt de aap uit de mouw. Ja, oh. Oh god. Ik weet niet of je Usain Bolt kent. Zo ben ik van mijn vaarste. Oh, wat goed. Je hebt ambitie gehad als profvoetballer, toch? Of niet? Ja, ik heb gevoetbald. Zo op hoog niveau ook. Ja, met Gini Wijnaldum en alles. Ja, ik zat in een goede lichting. Maar... Je dacht toch maar van, ik mag op een gegeven moment, dacht je van, al die voetbalspelers liggen knock-out. Ik moet een andere sport gaan kiezen. Ja, ja. Nee, het was bij mij zoiets van, ja, het was meer vanuit huis uit, weet toch, word je op voetbal gezet. Dus iedereen heeft denk ik wel gevoetbald. Maar het was nooit echt een passie voor mij. Ik kon het wel goed, maar het was nooit echt iets wat waar ik met passie naartoe ging. En dat veranderde wel toen ik het kickboksen ontdekte. Dus. Ja, dan ben je aan het voetballen en dan ben je 11 of zo en dan ontdek je ineens kickboksen. Ja, ja. Hoe ontdekte je dat dan? Door mijn broer, man. Hij was ook voetballer, is overgestapt naar kickboksen. Ja. En die zei tegen mij, kom een keer mee. Was ik gegaan. Ik kwam een sportschool binnen, echt zo'n ouderwetse Rocky sportschool. Ja. Het waren ineens douches, dus weet je. Ja. Gewoon lekker ouderwets was dat. En het beviel wat ik daar zag. Dus, en je kreeg gelijk de smaak te pakken. Ja, man. Was je er ook gelijk direct goed in? Had je gelijk talent? Ja, want ik deed al heel snel mijn eerste jeugdwedstrijd. Dat duurde misschien 4 maanden of zo.
Dus je hebt gewoon veel getraind, een paar keer per week of zo? Ja, 3 keer in de week was dat. En dan mocht ik al heel snel mijn eerste wedstrijd vechten. Dus ik merkte wel heel snel dat ik er aanleg voor. En had je ook die mentaliteit ook? Nou, dat kan niet anders trouwens, anders zit je hier niet natuurlijk. Ja, nee, maar het is tuurlijk, maar je weet toch, je wordt wel ouder met de jaren. Dus je leert er ook wel, zeg maar, die mentaliteit wat ik nu heb. Zodat echt als een prof, dat had ik niet toen ik 11 was. Nee. Het was meer op talent, zeg maar. En, maar ik voel me bijna een lul dat ik het vraag, want hoe vaak ben je wereldkampioen geweest? Een keer of zes. Ik dacht 16. Wacht even. Nee. Dan moet je iets ouder zijn, denk ik, wat aan. Binnenkort weer. Ja, binnenkort weer? Yes. Kijk, dat is zelfvertrouwen wat je nodig moet hebben natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik weet dat ik niet zou worden. Nee, vet man. Je moet die zelfvertrouwen nodig hebben. Die 6 keer wereldkampioen, was het in Glory? Nee. Kijk, in kickbox heb je verschillende grote organisaties. Ja. Nou heb ik voor elke organisatie waar ik voor heb gevochten, ben ik wereldkampioen geweest. En nu wil ik dat ook doen binnen Glory. En Glory is zeg maar wel de Champions League eigenlijk onder de kickboxorganisatie. Ja, dus je zit nu echt in je top, in je prime eigenlijk. Ja, precies. En heb je dan op korte termijn ook een wedstrijd voor de Glory? Volgend jaar, begin volgend jaar. Ik mag de datum nog niet prijsgeven, maar het gaat wel voor de wereldtitel zijn. Ja, hij is voor de wereldtitel? Ja, fucking vet man. Ja, fucking vet is dat. Holy shit. Dus dan weten jullie dat. Ja, dan weten jullie dat alvast. Kijk eens even, er komen een paar mannen aan met wat te eten. Dus dan kunnen we even lekker wat bikken. En dan gaan we de wedstrijd... Wat vertelde jij me nou net? Wat straf of iets? Nou, straf. Kijk, wij gaan ervan uit dat jullie het straks samen uitvechten. Mees en ik. Ja. En de verliezer die krijgt een challenge. En in die challenge mag je kiezen. Oké. Okay. Kiezen welke je neemt. Nou, we houden dat dan even als verrassing. Het zal geen leuke challenge zijn, denk ik. Voor de kijkers wel, denk ik. Ik ben nog... Ja, laten we het daarop houden. Oké, nou, dan gaan jullie zo meteen genieten. En waarschijnlijk zitten wij met een gescheurde nier of lever. Zo zal het aflopen. Lever. Maar we zijn wel... Lever. Nou. Lever. Maar we beginnen goed. We beginnen met een broodje gezond. Kijk. Dat klinkt goed inderdaad, dankjewel man. Ik heb mijn eigen handschoenen mee, maar ze zeggen ja, we geven je echt even goeie. Dus ik heb deze kegen, die doe ik aan. Kijk, dikke stompers. En ik heb een BH'tje weer aangedaan jongens. Deze heb ik echt heel lang niet gedragen. Maar dit moet me gaan redden. We gaan eerst touwtje springen. Lekker bezig Mees. Hou even van nog wat energie. Nee, ga maar door trouwens. Ik wou zeggen, hou mijn energie over, maar ga maar door. Dan kan ik zo, maak ik kans. We gaan 2 keer 3 minuten touwtje springen. Okay. 2 keer 3 minuten. Kijk, okay, dus, 2 keer 3 minuten trouwens. Ja, dat is best wel. En daarna sparren. Nee, daarna ga ik nog een beetje techniek doen. Daarna gaan we sparren. Maar wel een goede training ga je krijgen. Ja, weet je wat zijn jouw favoriete bomen? Bomen. Sparren. Sparren. Dat is een goeie. Jammer. Oké, jongens, we gaan beginnen. Start. Ik bedoel, het gaat helemaal goed. Oké, daar gaan we weer. Hij heeft gesmokkeld, hè? Ja, die stond nog extra eigenlijk. Ja, hè? En jij ook. Ja, jij moest wel door. Hij is wel eerlijk. Ja. Zo. Ja, wat gaan we nu doen? Ik ga jullie even op de pets nemen. Dan ga ik jullie even de basistechniek... Hoor ik je andere pets, een iPad mee? Ja. Ga ik jullie even de basis doen. Oké. Links rechts of die? Ja, oké. Okay. Ja, anders. Oké, we gaan dus nu, we hebben nu een beetje oefening gehad, links-rechts.
een beetje techniek van ons bekijkers aan doen. Maar nu doen we links, rechts. Voor mij is rechterhoek, voor mij linkerhoek. Misschien wil ik wel de challenge nu vertellen, want jij had de challenge bedacht toch? Oké, luister, dus jullie gaan vast met elkaar sparren, maar ik vind eigenlijk, jullie moeten het gewoon allebei doen. Kijk, er zijn twee opties. Of je neemt een low kick van hem. Nee. Weet je het zeker? Want de andere optie is, je neemt een bodyshot. Is dat... Hoort daar vodka bij? Of? Dat kan. Dus of een bodyshot, of een low kick. Maar niet volle kracht toch? Nou ja, gewoon rustig. Gast, dat is echt tyfus. Maar we hebben twee Griekse journalisten hier gehad. Die dat is eigenlijk hun schuld. Dus dit is groot in het Griekse nieuws geweest. Dat die kwam binnen. Hij zegt, wij willen allebei een bodyshot van jou hebben. Dus de eerste gaat staan. Die doet poem. En die gaat liggen. Maar toen moest nummer twee. Ja, die had er geen zin meer in. Maar hij heeft het wel gedaan uiteindelijk. Ja, dus dat is eigenlijk het. Dus of een bodyshot. Maar met jou doen we gewoon een low kick. Maar jij mag kiezen. Bodyshot of low kick. Mag 3 minuten ook. 3 minuten low kicks? Nee, 3 minuten ring. Zo komt het. Dus, ja, anders gaat meestal gewoon tegen jou boksen, stukje. En dan pak ik die low kick. Ja, ik vind het prima. Dat kan ook. Het is wel een goede content. Ja, prima. Want dan krijg je waarschijnlijk de bodyshot toch wel. Kijk. Nu gaan we erin. Dit is normaal warming-up. Weet ik hoe lang we al bezig zijn. Niet normaal. Hoor, het is regen, hé. Niet normaal, wat een pok weer vandaag. Maar dit doet hij dus 2 keer per dag. Hij traint 5 dagen per week, 2 keer per dag. En dan begint hij met dat touwspringen, 2 keer 3 minuten. En daarna alleen maar combo's oefenen in de ring. En dan sparren. Maar ze lopen eigenlijk een beetje mee op zijn training. De meeste en ik beginnen al aardig af te taaien. Maar hij doet het 2 keer per dag en dan op zijn tempo. Maar dan is hij doet eerst krachttraining en dan gaat hij nog conditie doen. Conditie. Ja, want kijk, dit is vet, dames en heren. Dit is een body altitude, high altitude machine. Dus dan kan je, kijk, hoe leg ik dat in normale mensentaal uit als je niet weet wat het is. Dit ding reguleert het. Wat zeg jij, Mees? Gewichtsverlies staat erop. Ja, nou, dan moet jij zo'n ding aan zo. Dit is een speciale ruimte die je op hoogte kan instellen. Bijvoorbeeld 1000 meter, 2000 meter, dan gaat de cabine natuurlijk niet omhoog. Maar voor je lichaam, het zuurstofgehalte. Het is namelijk zo dat als jij in de bergen fietst, gaat je lichaam veel meer rode bloedlichaampjes aanmaken om het zuurstof beter rond te krijgen. Dus met zo'n kamer als dit train je gewoon echt ziek hard eigenlijk. Want je ontneemt gewoon wat zuurstof, iets minder zuurstof. Je krijgt gewoon minder zuurstof en dan ga je gewoon trainen. Dus je traint je lichaam daardoor extra hard natuurlijk. Conclusie, je traint je lichaam om met minder zuurstof te werken. En dat is bij boksen heel belangrijk, dat is allemaal conditie natuurlijk. En hij zegt tegen mij, Louise, van als jij nou iets meer ontspannen staat, ik wil te veel kracht zetten. Want bij boksen denk je natuurlijk, kracht. Hij zegt, als je ontspannen staat, dan doe je eigenlijk bijna alles goed. Dus dat is eigenlijk het enige wat je echt fout doet. Ik sta te veel gespannen, ik knijp te veel met mijn handen, te veel gespannen armen. Dus ik moet gewoon wat meer relaxed, weet je wel. Mijn camera wordt nu ook zwaar, begin ik te merken. Dat heb ik echt nooit. Nou, Fem, even meppen. Agressie eruit, Fem. Dit is best wel hard, denk ik, die box wel, of niet? Is het stevige volkslag? Ja, nou, Fem, hé. Hey. Ja. Hey, beetje meppen zo? Ja. Ja. Hij doet zeer, als je geen handschoenen hebt. Ja, dat is hard, hè. Ik vraag me wel eens af, heb jij er wel eens lang uitgelegen, echt door een blessure of iets? Of echt gewoon... Ik heb 1 blessure gehad. Aan mijn schouder, slijmbus, nee, het was deze schouder, slijmbusontsteking. Oh, daar lig je er lang uit, hoor. Ik lag 7 maanden uit of zo. 7 maanden, hè? Ja. Maar je kon nog wel trainen en zo, of? Nee, ik kon in het begin niet eens dit doen, zeg maar. Ja. Dus dat is de enige echte blessure waarvan ik lang eruit heb gelegen. Ja. Gelukkig maar. Ja, gelukkig. De rest ben ik nog helemaal heel. Helemaal ver, je ziet er goed uit, man. Ja, dankjewel. Flink droog, want je moet nu voor een shoot moet je helemaal dood zijn. Ja. Mens help. Ja. Mens help shoot. Ja, daar pas je wel op inderdaad. Ja, en ik de dim voor, meester. Dan moet je gewoon zo erbij staan. Maar je moet gewoon erbij staan, die contrast is leuk toch? Ja, dat is wel grappig. Ja, dat is wel heel grappig. Oké, wat is nu de bedoeling? Moeten Mees en ik eerst even sparren of ga jij nu tegen Mees? Of, Nee, ik vind het wel leuk als jullie even gaan sparren. Oké, dat is goed. Maar Mees gaat het toch niet overleven bij mij. Nee, je gaat echt dood, gast. Dus 3 minuten ga ik voor, jongen. Ik ga misschien wel dood. Ja.
Maar ik probeer het wel. Ja, ik vind het al... Ik vind al daar heb je helemaal gelijk in. Maar jij hebt wel oprecht, dat helpt dat echt, dat gewicht tegen kussen, tegen stoten? Ja, kijk, hij heeft daar wat zitten, dus die kan wel beter een stoot nemen. Zitten? Ja, dus ik ben echt de lul, want je ziet letterlijk mijn ribben, zie je dat? Jij bent echt de lul, ja. Je ziet letterlijk mijn ribben zitten zo, dus... Ja. Maar ga je ook trappen? Nee, ik ga Oké. Mag Mees wel trappen? Nee, want dan is het Conor McGregor, dan zit ik daar met een gebroken enkel. Ja, gebroken enkels moeten we niet hebben. Ik kan me hard trappen, maar ik doe meteen dit op zijn scheving. Nee, als jullie even een minuutje tegen elkaar of anderhalf minuut, dan gaan wij. En oh, zijn God. Ik vind dat al spannend. Ik ook. Maar ik ben gewoon totaal geen vechter, weet je. Dat geef ik gewoon eerlijk ik toe. Ik ben geen macho man, weet je. Ja, maar je hoeft ook geen macho man te zijn om te vechten. Nee, ik moet gewoon een beetje... Ja. Ik moet gewoon mijn mindset even... Dat komt goed. Ik sla helemaal dood, meest. Nee. We gaan wel een stare down doen. Maar dat doen we na. Gaan we een stare down doen? Ja, wij ook. Wij ook. Oké. Okay. Hij kan alles wel een beetje. Ik kan zelfs de trap geven. Maar jij bent niet stijker. Ja. Jij bent niet stijker. Dat hoor ik in andere situaties graag. Jij geeft high. Doe jij het eens? Ik moet een beetje enkel trappen. Laat hem eens. Ik moet een beetje beschermen. Oh god, nu kan het... Gaan we van hem weer skills zien. Dit is het eigenlijk. Gewoon indraaien. Wacht, durf je mijn schoen uit. Beter. Met je scheen, toch? Met je scheen of met je... Ja, meestal bijna als een middenvoetsbeentje. Ja, kijk. Simpel. Kan je een gemiddelde stoot geven of kan dat niet zonder handschoenen? 200 kilometer per uur hoorde ik. Nee, ja, ik geef wel een... Zijn dat jouw stoten, 200? Nee, nog sneller. Is niet te klokken. Wat de fuck? Kijk, ik neem, ik heb een beetje last van mijn rug gewoon. Het is gewoon een hele snelle, toch? Meisje, nu jij even als bokzak. Nee, maar dat is niet zo tegen. Ja, dat is niet te kutten. Het is een hele snelle, ik zou. Oké, dames en heren, het is tijd voor Mees Dix versus Luis Tavares. Ladies and gentlemen, we have 3 minutes for this first round. In the next heavyweight champion, we got Luis Tavares. Hey. And we have... Merge Dix! He got 61 knockouts and 0 losses! He got 60 losses and 0 knockouts! Yeah. Oké, Fem, jij drukt de 3 minuten aan. 3, 2, 1, go! Mees gaat gesloopt worden! Woe! Mees is wel bang, ik weet het. Als Mees... Dit is natuurlijk koek en ei voor Luis. Oh! Mees gaat voor die leverstoot. Mees, je vergeet je dekking. Hij pakt je in 1 keer, gast. Dat is gewoon gelijk klaar. Wow. Mees, kijk nou. Hij pakt zijn dekking helemaal niet, gast. Die moet hoger. Ja, kijk. Mees is helemaal dood van net natuurlijk. Moet je ook nog naar mij hierna. Luis heeft gewoon een glimlach op zijn bek. Mees. Mees, Mees, hij speelt met je. Dat maakt niet uit. Dat doet Mees waarschijnlijk zo bij mij. Oh, op zijn neus. Op zijn neus. Mees gaat helemaal kapot. Wow, dat is lekker, hè? Oeh, je had hem al een paar keer flink een. Je hoeft niet te knippen hier in editor. Jan die gaat weer editen. Dit is gewoon goud, ook ter herinnering om gewoon helemaal door te laten lopen. Dit is toch ziek. Oh, Mees. Oh ja, die heeft pijn. Die... Meesje dikking. Het is dat ze geen hoofd pakken volgens mij, want dit is echt... Nog 1 minuut.
Oh! Oh, hey, mees! Oh! Pak hem terug, Louise! Aan het hijgen, jongen. Louise aan, je hoort hem niet eens adem, maar mees lijkt of hij aan het sterven is. Oh, we kregen hem, Oh, mees, we kregen hem! Laat me leven! Hij kan niet praten. Oh! Knockout! Ding, 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 ding! Ja, 1, 2, 3, 4! Fijn, je lag al langer dan 10 seconden volgens mij. 60 spuitenseconden. Ja, loopt af daar. Nou, mannen, fantastisch. Mees, respect, maat. Louis, bedankt dat je mijn vriend hebt gespaard. Gaat hij met die? Ja, die levensstoot in de zee, jongen. De eerste 3 kon ik mee incasseren, maar die laatste... Ja, ik hoorde... Laat je buikje zien. Oh, beetje rood, wat mee. Ik heb hem nu uitgevraagd. Wat vind je van Mees? Wat vind je van Mees? Mees kan laten staan, hè? Hij durft ook wel gewoon echt. Hey, zit toch maar 120 kilo achter. Ja, slaan, mat. Ja, leuk. Dus ik kan wel even op afstand lopen. Maar... Dus als jullie een boxpartij... Ik weet niet wie tegen Mees durft, maar die heeft sowieso een probleem. Ja, influencerwereld. Brand los, slijt de Mees van hem. Mees gaat ze eruit slaan, ik zeg het nu al wat. Maar heeft hij jou een keer goed geraakt ergens? Hij heeft mij 1 keer goed geraakt. Waar zo? Met een hoek. Ja, dat dacht ik al, ja. Maar dat was wat nonchalant voor mij. Maar goed geraakt, goed geraakt. Lekker, mannen. Hij meekt eerst erbij. Ja, tuurlijk. Die leverstoot zag er niet lekker uit. Ik schrok een beetje, man. Ik vond het heftig of zo. Oh, wij zijn er niet op getraind, want bij jou doen ze ook... Ik heb me wel ingehouden. Ik wist van... Kijk, ik kon hem ook gelijk goed geven, maar... Daar hebben we geen leuke tv. Maar is het niet zo dat bij jou dat ze je ook gewoon expres slaan en zo? Om te leren... Wat zeg je? Nou, je spart zoveel en ook met training toch slaan ze bewust op je buik en zo? Ja, dus ik ben wel een beetje getraind natuurlijk. Want hoe train je incasseren op je hoofd? Hoe train je dat? Ja, je kan dat, kijk, je moet sowieso zo niet veel stoten nemen op je hoofd. Dat is nooit gezond. Maar het is ook zeg maar, je moet, ja, doordat je gewoon continu aan het sparren bent, dan leer je er wel mee omgaan. Ja. Dus ik heb gewoon sowieso een getrainde lichaam om een stoot te incasseren als hij. Ja, omdat je constant bezig ermee bent, train je het vanzelf. Maar ben je wel eens knock-out gegaan tijdens training of wedstrijd? Tijdens training nog nooit. Tijdens de wedstrijd 1 keer op mijn lever. Wat hij. Op je lever, oké. Okay. Maar je bent nooit knock-out dat licht uitging? Nee, nog nooit. Respect, man. Zo. Leverstoot, jongen. Het gaat echt... Je krijgt een klap en je verliest je lucht, soort van. Yes. Dus... Ja, je is ook echt zo. Waar kreeg je hem ineens? Ja. Mijn lever. Ja. Hoorde je dat? Dat is heel grappig. Ik maar... 20 seconden langer vol moeten houden. Kut, zo. Nog een keer, kom. Ik had ook expres gespaard tot de laatste 20 seconden. Ja, dat merkte ik. Ja, meestal respect, gast. Nee, nee, hier doe je echt respect weer af. Respect, bro. Respect. Het zal helemaal leuk, lekker stoot ontvangen. Die lever, jongen. Oh. Want ik zie hem die lever geven. Ik zie hem indraaien. Ik denk, kut, ik moet blokken, maar ik zit hier. En dan krijg ik, oh. Die laatste die deed wel zin. Maar het was echt ja. Fuck up was. Het was gewoon geen lucht. Ik moest nog even zitten. Ik ga even stuk. Ik ben helemaal fucked up. Mees gaat zo'n knikkenbol achter het stuur. Wel maar op de poot. Wat ik net ook zeg, Mees heeft wel een steun in huis. Je kan wel lekker mappen, man. Mees kan lekker mappen. Dus welke Paolo influencer wil komen? Je raakt me 1 keer hier, jongen. Oh. Ja, dat doe je niet. Een steek gewoon.
Die van hem dus. Ik wil wel door zo hoor. Als het gestold is. Nee, als ik gewoon een prop in mijn neus ga ik door. Hij heeft me maar één keer goed geraakt, de rest was angst. Eén keer raakte hij me goed hier en dan mijn neus. Ik draai gewoon even zo'n tampon in mijn neus en dan gaan we door. Are you ready to rumble? Nou, moet je tegen een beest als mees, hè? Maar we geven niet zomaar op. En ik moet die low kick nog. Ja, dus... Die low kick? Maar ik probeer wel je neus en je gezicht te vermijden. Ja, probeer even je gezicht te vermijden. Ja, ik doe nog even 30 seconden of zo. Oké. Okay. Gewoon even je gezicht vermijden. Oh, boem! Zullen we gaan? Oh, dit is hard! Kijk hem rennen! Ja. Oh, die was goed, hè? Oh, ik heb hem lachen. En de winner by knockout! Hé, hij slikt een goeie. Hij slikt een goeie om de kakken. Oh, mijn ribben gek. Hé, die voel ik goed voor hem. Hij zegt rustig aan, hij heeft gelijk eentje op mijn gezicht. Rustig aan op gezicht. Wow. Nou, ik schrok zo erg, ik ben zo afzienlijk. Toen werd je wel bang, hè? Wow. Zo'n ding ook in zijn neus. Met zo'n ding ook in zijn neus. Ik kom maar. Oh, mag ik maar. Je gaat wel pijn doen even. Ja, ik heb deze ook wel pijn gaan doen. Ik ben gewoon vollen. Maar ik zag, jij wilde mijn buik pakken, dus ik denk, hij laat zijn dekje zakken, pak! Ja, die was wel goed. Als het iemand van jou geweest was hij knock-out gaan. Ja? Ja, 100%. Oh. Kijk, je moet niet vergissen, hij is gewoon... Wij zitten compleet van elkaar af natuurlijk. Ja, wel bizar hoe jij hem incasseerde hoor, zo. Ja. So. Maar ik zou opeens dit doen. Ja, ik voelde hem, ik kreeg ook zo schokkelijk. Nee, maar hij nam die steun. Hij deed even zo. Ja. Wacht even. Ja. Meester, gelijk, helemaal gek. Meester, oh, hij moest hem even laten bezinken. Ik moest hem van hoofd. Ik dacht dat de rust goed hoofd ging. Maar ik had verwacht, omdat jij net heel goed je dekking houden hield. En ging de hele tijd... Net was anders, man. Net deed je... Ja, omdat net... Wist ik niet, net dachten we ook, we doen ook gewoon vol hoofd. Dus ik noem maar zo, nu denk ik, ik ga meer mijn... Maar kijk, ik gaf jou die stoot op je kop. Mees ging gelijk vol op me. Ja. Maar ik schrok nog. Oh, kut. Je ging gewoon echt rennen. Jij ging echt rennen voor je leven. Ja, we zitten zo ver van elkaar af qua gewicht, qua lengte. Dat is gewoon niet te doen. Terwijl hij zelf zei, ja, wel even rustig aan doen, want ik kan echt geen blessure oplopen. Toen hij vol dit, boem. Ben je al weggekomen of niet? Ja, je hebt last. Maar dan kreeg je nu nog een trap. Ja, dan krijg je nu nog een trap. Dat die oprecht of iemand van mijn gewicht zou slaan, dan is het kan... Ja, dan had je wel aangeslagen, 100%. Ja? Want ik zat altijd een beetje bij hem, hoor. Hij had ook even... Hij was wel goed, echt op die kaart. Oh, die laatste klap op mijn lever, pik. Oh, wat hard. Ik voel die levenstand van hem ook nog steeds, hè. En dan moet ik die kut zo in mijn been. Mag ik wel zo'n ding om? Tuurlijk. Oh, gelukkig. Ga niet zonder leren. Oh, ik dacht dat ik zonder moest. Maat. Dan breek ik je been. Dan kan je been echt niet lopen. Dat is echt zonde. Ik dacht oprecht zonder, ja. Is die goed? Ja, ik denk we gaan gewoon al in hier, weet je. Oh, maar ik vind dit doodeng, hè. Oh. Ik ben benieuwd hoe ik zou sparren tegen iemand uit mijn eigen gewichtsklasse. Ik ben meest, ik zie echt zo'n beer op me afkomen met zulke klauwen. Wacht, maar okay. Als jij trapt, moet ik een beetje dit doen. Ja. Ja. Maar ga ik pijn krijgen? Ja. Kut, dood eng. Maar wat gebeurt er? Ik... Ah! Don, het is een hard ijsbeentje. Dat doet iets meer zeer dan een ijsbeentje. Ja, zo'n ijsbeentje is dit, ja. En dan moet ik aanspannen of ontspannen? Ja, ik zou aanspannen. Oké, 3, 2, 1. Het valt mee. Het is te doen. Oké, lekker man. Volg me. Wow, het was eng, hè? Ja, voelt als een goed ijsbeentje. De trap of de levenstoot? Dit is heel andere pijn, man. Boys, jullie zijn goedgekeurd. Jullie zijn wel kunnen helemaal top. Heel erg bedankt dat we mochten komen. Graag gedaan. Jij moet ook weer op pad. Fem moet weer op pad. Maar ik zal jouw shit ook even in de beschrijving zetten, dat de mensen jou kunnen vinden. Ja, toch. Bedankt voor je gastvrijheid. Ja, dit is wel echt super vet om te doen, dames en heren. Ik zou zeker even Louis checken. Op zijn socials en ga binnenkort al vechten voor de wereldtitel. Of binnenkort, volgende game, volgende wedstrijd. Ja, vergeet niet te abonneren, dames en heren. Morgen ook leuk content. Ik heb er veel in gepland, dus helemaal super dit. Wat een ervaring, hè. Maar
ja, ik zou zo benieuwd zijn als ik bijvoorbeeld tegen iemand moet van mijn lengte en mijn gewicht. Ja. Want 73 versus 123, dat is natuurlijk... Even kijken, hoeveel... Gast, er zit gewoon 50 kilo verschil tussen ons. Ja, maar die klap die je gaf, die was goed hoor, Dom. Die was echt goed. Want kijk, weet je wat het was? Ik denk, oh, ik ga meer op liggen, want ik had domme bloedneus geslagen. Ja, jij nog komt overslaan, valt mijn neus eraf, denk ik. Ik ging naar beneden, ik haal uit en ik zie Don. Ik denk, kut, ik moet hem niet zien. Dus ik bijt om mijn tanden. En ik denk, wow, oké, nu ben je de lul. Ja, toen mis ik. Ik gaf die klap en ik schrok. Ik denk, ja, nu ben ik fokt. Ja. Maar ik kan niks beginnen tegen... Maar nu, je had hem die levensstoot had je ook wel verdiend. Want je had die klap was ook verdiend. Voor alle dingen die ik tegen mij gezegd heb. Ja, wat goed, hè. Sorry als iets kapot is, moet nee, zeggen. Nee, dit is voor jullie, man. Jullie mogen hem houden. Ah, mogen hem houden? Ja, mogen hem houden. Ziek. Gaaf aandenken, man. Ja, tuurlijk. Fantastisch. Meestal is ver. Die zijn van mij. Super. Ja, mijn oude bewaar ik wel, maar deze hebben een veel specialere betekenis nu natuurlijk. Er zit zelfs bloed van jezelf op. Er zit zelfs bloed van jezelf op. Kijk daar. Die, ook allemaal. Deze. En die, deze. Kijk aan de binnenkant. Bij de duim. Bij de duim. Oh ja. Mooi aandenken. Oh, wat zijn we kapot, hè? Oh, Macy is helemaal dizzy, zegt hij, van die stoot in zijn kop. Hij is helemaal wavy. En dan gelijk weer roken natuurlijk, helpt de lifestyle. Maar jongens, zeggen we even één ding. Ondanks het rook, ik was bijna minder snel moe dan Don. Qua conditioneel. dat zou je willen. Dat is wel echt zo. Dat was wel echt heel leuk, hè? Dat was echt heel leuk. Fucking chille guy, gast. Ja, leuke gast, man. Hij heeft ons uitgenodigd voor ons volgende gevecht. Mm-hmm. Voor ons volgende gevecht. Dan zeg ik allemaal. Hij heeft ons uitgenodigd voor zijn volgende gevecht. En dat wordt een goeie, kan ik jullie vertellen. Dus dat wordt fucking dik. Maar jij hebt mijn neus goed geraakt ook, hoor. Ergens, weet niet waar. Hier denk ik een beetje. Hier is je wat opgezwollen. Ja, daar heb ik ook precies last. Oké, maat, ik ga naar huis, want het zijn honden weer. Heb een knuffeltje. Heb een kusje. Hey, later, maatje. Hoi, gezellig dat je erbij was. Ik ben weer thuis, dames en heren. En ik heb leuk nieuws voor over de podcast. Het design is officieel helemaal af. Een paar dagen geleden in de vlog had ik jullie een paar designs laten zien. Hoe eventueel de podcast eruit kan te zien. Wel een beetje een jungle-achtige vibe. Die kan je hier zien. We hadden er eentje met veel goud en brons. Werd een beetje ordinair. En toen hadden we deze. Hiermee zijn we doorgepakt. Hebben we uiteindelijk een design gemaakt. En dat is dit geworden. Check dit, dames en heren. Zo gaat officieel de podcast studio eruit zien. Ik ben er super blij mee. Want dit wordt gewoon echt zo professioneel en dik. Dit is gewoon het eindresultaat. Zo gaat het eruit zien. Ik zat net te appen. Ze gaan echt nu ook deze week beginnen met de productie. Van alle akoestische panelen en het bureau en de twee bureaus trouwens. Die zie je zo staan. Maar zoals je hier ziet op de tape. Dus gewoon even voor het plaatje, dat design. Zo komen ze eigenlijk echt te staan. Dus in de hoek van 90 graden. Zodat je daar twee mannen hebt, daar twee mannen. Dan kan je elkaar gewoon normaal lekker aanlullen. Ja, de productie begint gewoon. Ik heb het plaatje even hier voor me. Ja, ik zit echt op de geile, jongen. Helemaal super. Dit gaat zo vet worden. Oh, Jan appt ook naar mij, die dit gaat doen. Die dit gaat bouwen. Dikke porno wordt het. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik kan zo niet wachten. Ik zat te popelen om gewoon... Maar kijk, jullie zien het design. Zie je trouwens alleen van die afgetapte dingen. En het bureau. Maar hier komen dus ook gewoon allemaal panelen. Hè. Dit komt ook helemaal vol te vangen met verlichting. En hier zo en hier bovenop. Dus het is echt... deze hele ruimte is gewoon... Ah, het wordt helemaal gek huis, joh. Ik heb er gewoon veel te veel zin in. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Dat is handig als ik dan ga promoten het nieuwe YouTube-kanaal. Wat ik voor de podcast aangemaakt. Zodat je daar dan op kan abonneren. En dan is niks, bro. Bye! Oh ja, en de naam van de podcast wordt gewoon Donderjong Podcast. Lekker clean, lekker duidelijk. En dan is het gewoon aan mij gekoppeld. En dat klinkt professioneel. En ik wil ook dat de podcast professioneel wordt. Dus dat is helemaal top. Ik wilde eerst moeilijk gaan doen. Iets met een woordspeling kwam er niet uit. Of ik wist het gewoon niet. En dit is gewoon zo lekker clean. Net als ik. Ik ben ook helemaal clean. Ik heb lekker even een douche genomen. Zodat ik even al dat zweet van me af had. En de bloedspettertjes op mijn huid. Mijn kuiten zijn goed verzuurd, kan ik je vertellen. Lekker hoor. Voelt altijd goed spierpijn. Dan weet je gewoon dat je wel lekker bezig bent geweest. Ik ga even druk zitten achter mijn computer. En dan ga ik naar bed toe. Want ja, het is morgen tijd voor een hele leuke challenge. Roy en ik hebben gouden ideeën voor die 12 uur in die wagen. Dat wordt niet normaal. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Mocht het nou zijn, vergeet niet te abonneren hier beneden. Mocht je nog geen abonnee zijn, hoop ik jullie morgen te gaan zien om 5 uur. En ik ga nu zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, toppers. Dan denken jullie... Wat?
Bye.